En we gaan de vierde 500 meter nu in. Dat is ook gelijk de slotronde. Met Ismaël Dupré nog altijd aan kop. Ismaël Dupré, daarachter ligt in de wachtkamer Floris van Egmond. De wachtkamerdeur is gesloten gehouden door Espresso Doppio. Daarachter aan de relingszijde ligt Falconer, die kan er ook niet uit. Naast hem ligt Hokester Tals. Daarachter gaat in het tweede spoor nu naar voren Hellcat. En die passeert op dit moment Bogaillard. Veld schuift helemaal in elkaar en tempo gaat nu wel omhoog. Nu wordt er wat gas gegeven aan kop met Ismaël Dupré. Beetje onder druk ook van Espresso Doppio. Daarachter aan de relingszijde blijft nog altijd voordelig meekoersen 15 tweede tussentijd Floris van Egmond. En daarachter ook aan de relingszijde ligt Falconer. Kan nog altijd geen kant op. En nu schuift het veld helemaal in elkaar en wordt de aanval geopend door Hellcat. Hellcat gaat drie dik naar voren. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Ismaël Dupré leidt. Tweede spoor is voor Espresso Doppio. Floris van Egmond wacht op een gaatje. Dat gaatje lijkt er te gaan komen, want Hellcat aan de buitenkant zet niet helemaal door. Falconer komt drie dik naar voren. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar is de laatste rechte lijn, Galopada van Falconer. Galop 8 uitgeschakeld. Falconer springt en het is Espresso Doppio die de leiding probeert over te nemen van Ismaël Dupré. Maar die blijft gewoon aan kop. Ismaël Dupré, laatste 500 meter, 13-7. Ismaël Dupré, Espresso Doppio, laatste poging, net te laat. En Floris van Egmond wordt derde. 16 rond voor de winnaar. En de voorlopige uitslag van koers 2, de pre-equidia.fr, is 2, 3, 7, 4, 6 voorlopig. En de uitslag van koers 2, de pre-equidia.fr. Daarin is de winnaar officieel, paard nummer 2, Ismaël Dupré met Dennis Minema. Een 5-jarige bruinruim van Powerjet uit Ado di Jora. Gefokt in Frankrijk en eigendom van de succesvolle Spangehoeven. Trainer Bas Grebas en rijder Dennis Minema. Dennis krijgt alle felicitaties van het standpersoneel, van de mensen van de Spangehoeven. Een mooie overwinning in 1-16-0. Bloemen zijn voor Dennis Minema. En dan gaan we met hem bijpraten. Dennis, gefeliciteerd. Mooie overwinning. Ja, zeker een mooie overwinning. Ik word blij dat ik mijn keer mag rijden van Spangroeven. Die wilden mij er een keer achter hebben als Robin nu komt. Nou, profiteer ik van. Absoluut. De laatste twee keer liep je al een goede koers achter rug af. Vandaag wou je het een keer anders proberen? Nee, absoluut niet. Maar er kwam niemand toen ik helemaal de kop had. Want met alle respect, die van Jeroen Hoffing gaan we ook niet achter zitten. En ik denk Falconer komt wel. Of die van Jan Thijs die komt misschien wel voor de kop. Maar die kwamen niet. Dus ik kon het tempo er helemaal uithalen. Ik rijd 20 tussentijd. Ja, dan kom je er natuurlijk niet meer zomaar voorbij. Het zijn allemaal paarden die liever op speed gereden werden. En dat was jouw winst. Ja, nee, die van mij die komt hem ook het liefst van achteraf. Dus Bas was al een beetje, die stond al langs de baan, denk ik. De kop, dat is misschien niet zijn ding. Maar hij maakt het goed af, hij loopt er goed door. Dus heel tevreden over hem. Absoluut, paard maakt goede vorderingen. En het is een bijzonder verhaal, toch? Dat hij eventueel niet meer startgerechtigd zou zijn in Frankrijk? Ja, de vorige eigenaar die hem verkocht aan Spangroeven, die willen de eigenaarkaart niet afsturen. Dus hij kan Frankrijk niet in. En nou heb ik exact zo'nzelfde paard, waar ze precies hetzelfde mee doen. Die sturen ze ook de eigenaarkaart niet af. Dus dat is nogal lastig. Dan kun je niet mee naar Frankrijk. Zijn dure lessen? Nou ja, kijk, als ze het hier doen, dan is het niet zo'n dure les. Maar je wilt het liefst ook in Frankrijk meedoen. En deze paarden zijn goed genoeg om mee te doen in Frankrijk. Dus dan wil je het liefst daar gewoon heen. Super Dennis, een mooie overwinning. Dankjewel. Dennis Minema wint hier de pre-equidia.fr met paard nummer 2, Ismaël Dupré. Prachtige overwinning in 1-16-0. En Dennis zegt het terecht, hij kan misschien niet naar Frankrijk, maar als ze hier mee kunnen, dan is het ook erg lucratief. Met een premium overwinning van €2250 aan de winnaar. Daar kan je mee thuiskomen hier. Ismaël Dupré wint hier in 1-16-0. Tweede is geworden paard nummer 3, Espresso Doppio. Derde de 7, Floris van Egmond. Vierde de 4, Hellcat. En vijfde de 6, Hokester Tals. 2, 3, 7, 4, 6 is officieel. In koers 2 de pre-equidia.fr. En dames en heren, geeft een applaus aan Dennis Minema. Hij wint hier met Ismaël Dupré.
100 meter van het startpunt. Start gevallen. Falconer was heel snel achter die auto. Hij was zelfs de vleugel heel kort even voorbij. Maar is niet het snelste weg. Wordt zelfs teruggenomen van start af. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Duel om de leiding duurt nog even voort. Maar die leiding wordt wel genomen door Guinness de Janeiro. Guinness de Janeiro, het snelste paard in de eerste meters. Dat was niet helemaal onverwacht. Daarachter op plek 2 Ismaël Dupré. Aan de buitenkant is onderweg naar voren Floris van Egmond. Maar Ismaël Dupré gaat voor hem uit. Daar vond Jan Thijs de Jong niet zo heel veel aan deze manoeuvre. Maar het is wel een feit dat Ismaël Dupré als eerste de leiding over gaat nemen. En Guinness de Janeiro gaat daarbij van de benen. Springt weg op het moment dat hij wordt teruggenomen. En zo hebben de paarden nog 2 ronden af te leggen. En daar leidt Ismaël Dupré. De opening is 1-12 rond. Pakt voor Floris van Egmond niet zo slecht uit deze manoeuvre. Want hij ligt nu 2e op de rug van de koploper. Is eigenlijk ideaal. 3e plaats is voor Falconer. 4e plaats voor Bogaillard. Dan volgt Hellcat. Daarachter volgt aan de relingzijde Hocus der Tals. En als Jaap nu opzij kijkt, ziet hij daar Niels Jongejans. Dat is de eerste die naar voren gaat met Espresso Doppio. Paarden onder de Z-Turf bocht en het tempo zit er aardig in bij Ismaël Dupré. Die komt als eerste de rechte lijn aan de overzijde weer in. Met Floris van Egmond vlak daarachter. Dan een heel klein gaatje naar Falconer. Dat zijn de eerste 3. Daarachter volgt dan de rest van het veld. Waarbij uit de start van het veld nu toch echt wel wat beweging begint te komen. Deelnemer die naar voren gaat is Espresso Doppio. Deelnemer die achter hem aangaat is Hocus der Tals. Tweede tussentijd 20-2. Rustige tweede 500 meter en zo gaan we op weg naar de derde 500 meter. Daar zijn we inmiddels al aan bezig met Ismaël Dupré aan kop. Daarachter op de tweede plek Floris van Egmond. Falconer schuift een stukje op en ligt nu 3e. Even dacht de puit of hij zou gaan inparkeren of niet. Maar dat doet hij niet, want daarvoor is het tempo te laag. Aan zijn binnenkant schuift op Bogaillard. Daarachter in het tweede spoor ligt Espresso Doppio. Hellcat zit vast aan de binnenkant en daardoor heeft Jeffrey Miras alle tijd om even bij te praten met de man naast hem. En dat is Jaap van Rijn. Zo gaan de paarden voor de tribune langs. Niet al te hoog tempo met Ismaël Dupré aan kop. Floris van Egmond op plaats 2. Aan de buitenkant Espresso Doppio die dichterbij komt. Het kost weinig moeite, want het gaat 1:19:16 derde 500 meter. En we gaan de 4e 500 meter nu in. Dat is ook gelijk de slotronde met Ismaël Dupré nog altijd aan kop. Ismaël Dupré, daarachter ligt in de wachtkamer Floris van Egmond. Wachtkamerdeur is gesloten gehouden door Espresso Doppio. Daarachter aan de relingzijde ligt Falconer, die kan er ook niet uit. Naast hem ligt Hocus der Tals. Daarachter gaat in het tweede spoor nu naar voren Hellcat. En die passeert op dit moment Bogaillard. Veld schuift helemaal in elkaar en tempo gaat nu wel omhoog. Nu wordt er wat gas gegeven aan kop met Ismaël Dupré. Beetje onder druk ook van Espresso Doppio. Daarachter aan de relingzijde blijft nog altijd voordelig meekoersen 15-2e tussentijd Floris van Egmond. En daarachter ook aan de relingzijde ligt Falconer. Kan nog altijd geen kant op. En nu schuift het veld helemaal in elkaar en wordt de aanval geopend door Hellcat. Hellcat gaat 3 dik naar voren. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Ismaël Dupré leidt. Tweede spoor is voor Espresso Doppio. Floris van Egmond wacht op een gaatje. Dat gaatje lijkt er te gaan komen, want Hellcat aan de buitenkant zet niet helemaal door. Falconer komt 3 dik naar voren. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar is de laatste rechte lijn. Galoppade daar van Falconer. Galop 8 uitgeschakeld. Falconer springt en het is Espresso Doppio die de leiding probeert over te nemen van Ismaël Dupré. Maar die blijft gewoon aan kop. Ismaël Dupré, laatste 500 meter, 13-7. Ismaël Dupré, Espresso Doppio, laatste poging, net te laat. En Floris van Egmond wordt 3e. 16 rond voor de winnaar.